Een hele goede dag. We zijn er weer met Radio Brugwachter aan de Zuid-Willemsvaart in het Brugwachtershuisje bij Sluis 0. Ik ben Floor Snels. En ik ben Stan Gronera. En tegenover hebben Bernadette Notte en Erik Japenga. Japenga? Bijna. Japenga. Japenga. Gewoon Nederlands. Gewoon Nederlands. Ik weet niet wat. Ik hoorde het net nog, maar het blijft moeilijk. Maar jullie zijn gisteren naar de voorstelling Goatsong geweest van Espe Hjort. En we gaan daarover praten. En ik ben heel benieuwd wat jullie tegen zijn gekomen. Wat jullie verwachtingen waren ten eerste toen jullie er naartoe gingen. Mag ik beginnen? Nou, tuurlijk. Mijn verwachtingen waren... Ik probeer altijd voorstellingen zonder verwachtingen in te gaan. Dus ik heb niet gelezen waar het over ging. Ik wist dat het in pand 18 stond natuurlijk. Dus ik weet dat het geen enorm schouwburgvullende voorstelling is. Ik wist dat het een solo was, maar dat was het wel zo'n beetje. En ik was heel blij verrast. Om alvast antwoord te geven op je tweede vraag. Want erg mooie voorstelling. En jij, Bernadette? Ik vond de titel heel erg aansprekend van tevoren al. Goatsong, geitenlied. Het sprak tot mijn verbeelding. Daarom heb ik eigenlijk deze voorstelling uitgekozen om naartoe te gaan. En verder wist ik eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Erik wist. Dat het om een solo ging en dat de regisseur van oorsprong Noors is. En dat het ging over een vrouw die mogelijk ook iets anders zou willen zijn dan een vrouw. Bijvoorbeeld een geit. En ik was ook heel erg verrast en ook blij verrast. Ik vond het een hele mooie poëtische voorstelling. En hoe werd het poëtische naar voren gebracht in de tentoonstelling? Of de presentatie, voorstelling? Het poëet in... Ja, er was geen tekst, dus daar zit het hem niet in. Maar wel in de bewegingen, in het ritme van de voorstelling. De tijd die voor elke handeling werd genomen. Dus het ontspon zich heel langzaam voor je ogen. Ontwikkeling van, ik weet niet eens hoe lang die duurde, anderhalf uur of zo? Nee, een uur denk ik. Poëtisch in zijn lichaamstaal dus, als ik het moet samenvatten. Ja. Want het was dans, als ik het goed begrijp. Beweging, dans. Ja, bewegingstheater vind ik eigenlijk een betere passende... Het werd niet als dans omschreven, als een performance werd het omschreven. Ja. Maar ik vond het heel dicht tegen een dans solo aanzitten. En... Ja, maar er zat wel heel duidelijke communicatie met het publiek in. Ook ja, absoluut. Door hoe zij keek. Ja. Ook sommige handelingen ook. Maar ze was continu bezig met de mensen in de zaal. Met spanning tussen haar en de mensen in de zaal. Dat vond ik wel heel bijzonder hoe ze dat voor elkaar kregen. Echt een hele sterke persoon. Wat voor spanning hing er dan? Die ontwikkelde zich wel. Ik vond er, naarmate de voorstelling vorderde, steeds sterker worden. Dus het werd bijna... Eng. Nou, eng is het te groot worden, maar een beetje bedreigend. Alsof ze het publiek iets aan wilde gaan doen. Behalve dan het laatste stuk van de voorstelling. Dat eindigt in een soort geboorte weer of zo. Maar dat was... daar had ze ook niet directe communicatie met het publiek. Dat was in zichzelf heel weinig licht. Dat was ultiem poëtisch eigenlijk. Heel mooi... Mooi verstild stukje. Ja, dat klopt wel. Ze begon wat meer in zichzelf gekeerd. Daarna richtte ze zich heel erg op het publiek. Ja. Vroeg ze eigenlijk met haar ogen en met haar blik... vroeg ze het publiek ook iets voor haar te doen. Niet heel letterlijk, maar wel één keer... bijvoorbeeld iemand die haar schoenveter vast moest maken. Maar ze kwam af en toe heel dichtbij iemand staan. En... had dan een hele sterke mimische communicatie met die persoon. Dus toen was ze heel open. En daarna, de laatste kwartier denk ik, keerde ze weer heel erg in zichzelf. En was het alsof ze een soort wedergeboorte doormaakte. En dat alles zonder tekst en eigenlijk ook met... Ja, een heel minimaal scala aan bewegingen. Nou, maar het zou ook een omgekeerde levenspatroon kunnen zijn. Hè? Dat het begint bij een dood persoon die tot leven komt. Nou, nee, maar meer hoe je er dan over nadenkt. Want je gaat er eigenlijk over nadenken. Ik tenminste, ik ga erover nadenken. Mm-hmm. Omdat ik mezelf erop betrap dat ik anderhalf uur naar iets zit te kijken... waar heel weinig gebeurt, waar heel weinig beweging is. Maar datgene wat er gebeurt...
pakt me wel. Dus ik heb me geen moment zitten vervelen. Wat ik net al zei, er zat ook iets van een dreiging in vanuit die actrice, noem ik het toch maar. Dus er was continu communicatie. Dus dat, en dan wat het dan bij mij veroorzaakt, is dat ik na ga denken over wat is hier eigenlijk aan de hand? Wat gebeurt er? En na afloop van de voorstelling denk ik ook, het is net alsof het de omgekeerde levenscyclus is. Alsof ze eindigt met een geboorte. Begint ook met een decor, decor van plastic en doeken en stukken piepschuim met een doekje eromheen. Om even plastisch te maken. En dat ruimt ze gaandeweg de voorstelling op. En ze eindigt eigenlijk met een lege vloer. En dat is ook wel. Zit ook een soort omgekeerde beweging in voor mij. En hoe bedoel je dan dat een omgekeerd levensverhaal is? Nou, het begint met een dood iemand die tot leven komt, zeg maar. Okay. En het eindigt met iemand die geboren wordt en eindigt in het niets. Dat is een beetje. Ja, dat zou je erin kunnen zien. Het wordt niet heel duidelijk uitge. Nee. Het is eigenlijk een vrij abstracte voorstelling in die zin. Maar dat is wel een soort emotie die ze overbrengt. En wordt de titel dan wel duidelijk naarmate de voorstelling vordert? Niet voor specifiek. Niet. Nee. Nee, het is Goat Song genoemd, maar het zou ook een wedergeboorte in iets heel anders kunnen zijn. Nou, ik heb nog wel afschrikte vragen. Wat staat dat ergens voor, Goat Song? Nou, is dat een Engelse uitdrukking of zo? Ja, ik heb daar helemaal niks van terug kunnen vinden in de voorstelling. Maar ik ben er ook helemaal niet mee bezig geweest. Vind ik ook niet interessant. Dus helemaal in het begin is ze iets minder abstract bezig. Is ze letterlijk er vel aan het afpellen. Ja. En dat trekt ze uit en gooit ze weg. Dus deel na deel. Weet je, alsof ze er echt haar vel van de borstkas aftrekt. Van er heel strak vel. Zo in haar bewegingen maken dat duidelijk dat het heel strak is. En daarna is ze daarvan bevrijd. En zie je ook dat ze zich vrij voelt om te bewegen. Om daarna dus kennelijk weer alsof het een verpopping is of zo. Ja. Ze komt uit een pop. Nou, ze maakt ook wel vlinderbewegingen. Nu zijn we aan het invullen, hè? Maar, nee, maar dat is mooi om te horen. Maar het is ook niet alsof. Nou komt het een beetje over alsof we er alleen maar bezig zijn geweest met de voorstelling te duiden. Of om een betekenis uit te halen. Daar had ik juist helemaal niet zo'n behoefte aan die voorstelling. Het is meer wat je achteraf. Juist omdat je die behoefte helemaal niet hebt, ga je achteraf zitten en denken: wat is er eigenlijk gebeurd? En ga je een verhaaltje zitten maken wat je door de microfoon aan andere mensen kunt overbrengen. Maar. Ja. Die behoefte had ik aan die voorstelling helemaal niet. Ik vond het juist heel prettig om te merken dat het, wat ik in het begin al zei, dat er heel weinig gebeurt. Maar dat je toch anderhalf uur geboeid zit te kijken. Gaan jullie ook vaker naar voorstellingen? Of? Ja. Okay, ja. Dus je kan het wel vergelijken met wat jullie vaker hebben gezien? Ja. 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 Nou, sterker nog, ik heb gewerkt in theater, dus ik heb er veel gezien. Wat voor manier heb je gewerkt in theater? Verschillende manieren. Ik ben tot een maand geleden werkte ik bij het Zuidelijk Toneel. Daarvoor bij Productiehuis Brabant hier in Den Bosch. Daarvoor bij Theater Wies. Dus verschillende banen. Maar ook zelf theater gemaakt? Nee, niet als acteur of als regisseur. Ik was zakelijk leider. Dus, nee. Nou, je hebt wel jaren als lichtontwerper gewerkt. Ja. Lang geleden weliswaar, maar... Ja, licht speelt ook heel veel mee met hoe het verhaal verteld wordt, natuurlijk. Mocht je daar ook zelf vrij in zijn? In hoe dat je dat dan koos? Hoe de lichtontwerp? Nee. Nou, alarm. Ja, het sluispaneel. Oh, dus de sluis gaat open. Ja. Goed. Nee, daar ben je niet vrij. Kijk, bij een voorstelling zit natuurlijk een hoop... Het is een gesamtkunstwerker. Er werken veel meer makers aan een voorstelling. De regisseur is dan de kapitein op het schip dat die sluis invaart. Maar iedereen doet zijn bijdrage op basis van zijn eigen artistieke vermogens. Maar de regisseur is uiteindelijk degene die de maat aangeeft, zeg maar. En die bepaalt wat we met elkaar aan het vertellen zijn. Dus daarbinnen, binnen die kaders, heb je de vrijheid. En heb je de ruimte om de regisseur te verrassen en om dingen in te brengen die hij zelf nooit had bedacht of zij. Maar goed, nee, het is natuurlijk altijd aan de regisseur om uiteindelijk te bepalen hoeveel ruimte iedereen krijgt. Let je bij zo'n voorstelling dan ook extra op hoe er met het licht gespeeld wordt? Zo'n voorstelling als gisteren? Mm,
Ja, ik kan geen nee zeggen, want het zal er ingebakken zitten. Maar ik ben daar niet bewust meer mee bezig. Nee, dat is ook al lang geleden hoor. Ja, okay. Kun je over de radio ook niet horen. Maar mijn leeftijd is wat... lichtontwerpen is denk ik wel 25 jaar geleden. Dus... Ja. Is dat toch achter je gelaten ondertussen misschien? Misschien wel, ja. Ja. Maar even terug naar de voorstelling. Ja, de Ghost Song. Ja, is er een soort... bovenliggende vraag of thematiek wat er echt heerste, wat voelbaar was van oh, dit is echt waar het naartoe neigt of hier zal het hoogstwaarschijnlijk. Nou ja, vooropgesteld, daar gaan we eens zitten invullen, hè, want ik weet niet wat de regisseur bedoeld heeft en vind ik in zekere zin ook niet zo relevant, want ik doe ermee wat ik ermee doe en Bernadette heeft waarschijnlijk weer een heel ander verhaal daarover. We hebben het er ook nog niet echt uitgebreid over gehad samen. Is er een... Nee, wat er voor mij aan de hand is... het is een solo. Er staat een hele sterke actrice op de vloer. En die integreert mij enorm door de kracht die ze uitstraalt. Het is een hele sterke persoonlijkheid op de een of andere manier. En dat zit hem in het feit dat ze heel brutaal mensen durft brutaals, aan te kijken. Het ongelooflijk lef. Ja. Oh, ze keek echt. Ze was vol met... Okay. Ja. Ja, ja, een aantal mensen uit het publiek. Hoe klein was de setting, zeg maar? Zat je er echt bovenop? Of was het best nou, het is een kleine zaal. Speelvloer is denk ik 5x5 of zo. En er zitten dan 50 mensen bij op een tribunetje vlakbij. Dus ja, ja. Dat is bijna huiskamer. En wij zaten vrij achteraan, dus bij ons kon ze niet echt komen. Maar de eerste twee rijen, ja, daar kwam ze af en toe heel dichtbij. Echt tot een 20, 30 centimeter naderde... ze een persoon. En die keek ze dan heel doordringend. Ook redelijk brutaal aan. Maar ook met een lachje of nou, soms met een boze blik. Ze liet op een gegeven moment ook de schoenen strikken. Hè, door ja, iemand precies, van het publiek. Ja. Ja. Dus dat ging wel... Dus ze dwong wel iets af. Ja. En nou, jij zegt van af en toe had het ook wel iets duisters. Af en toe wel, maar dat zette nooit lang door. Het werd nooit onaangenaam of zo. Maar ze dwong mensen wel heel erg naar haar te kijken. En ze had... in dat middenstuk van de voorstelling was dat heel erg aan de hand. En in het laatste deel van die voorstelling, waarin ze weer heel erg met zichzelf bezig was, leek ze ook dus wel weer veel kwetsbaarder. Wel sterk, maar veel kwetsbaarder. Omdat ze... Er moest iets gebeuren. Met haar lijf, met haar leven. En dat... daardoor moest het publiek ook wel weer een beetje buitensluiten. En dat gebeurde ook in een vrij donkere... Het licht was heel erg gedempt. En af en toe, dat ging ook op en neer. Af en toe alleen maar een zweem over een arm of over een deel van haar gezicht. En daarin zag je af en toe alleen maar fladderbewegingen. Ja, dat ontpoppen wat je net zei. Ja, echt was wel een vlinder die iets ontpoppends had het. Ja. Dus daar is het ook dat poëtische wel. Dat vond ik echt wel het summum van de poëzie van de voorstelling, dat stukje. En soms weet je ook niet waarom het je zo raakt. Voor ons zat een vrouw die we allebei kennen en die we vooraf even spraken en daarna weer. Naast haar zat een vrouw die niet eens geapplaudisseerd heeft voor de voorstelling. Dus die vond het waarschijnlijk echt helemaal niet goed. Terwijl wij onafhankelijk van elkaar, alle drie, enorm geraakt waren. En waarom precies? Dat weet je soms ook niet. Van wat maakt dat deze vrouw daar op dat moment zo enorm onze aandacht opzuigt? Ja, en ze toch een verhaal vertelde, ook al was het alleen al met was beweging. Het zo abstract. Want in het begin, tegenover die vlinderachtige bewegingen aan het eind, staan ook wel in het begin die hele lompe, door de ruimte. Lomp banjeren. Lopen en... Dus er zijn echt hele grote tegenstellingen. Verschillen waren er wel. Ja, Bernadette, je opende net met dat het de introductie van de voorstelling, dat op zoek naar een soort andere invulling van het mens zijn. En Erik, jij zei net dat je het niet per se voor de regisseur wil invullen, wat jij eruit leest. Maar als dat zijn verhaal is, halen jullie dat er dan wel allebei uit? Als je begrijpt? Ja, dat wel. Als kijk, er staat in die omschrijving van de voorstelling alleen maar een vrouw die besluit dat ze misschien ook wel iets anders zou willen zijn dan een vrouw.
bijvoorbeeld een geit. En meer informatie geeft hij niet. Maar dat kun je wel degelijk terugzien in de voorstelling. Dat zij, en daarin eigenlijk dus veel uitgebreider, dat zij zich aan het ontwikkelen is. En of dat nou in geest of in lichaam, of dat het heel letterlijk genomen is, of meer in overdrachtelijke zin, dat maakt dan niet uit. Maar het is heel duidelijk dat zij in die korte tijd een hele sterke ontwikkeling doormaakt. En aan het begin is ze duidelijk anders dan aan het eind. Dan is er echt iets gebeurd met haar. En ik vind het ook bij geen enkel kunstwerk eigenlijk. Elk kunstwerk zit een betekenis achter. De kunstenaar heeft het in ieder geval met een bepaalde intentie gemaakt. En of ik diezelfde intentie eruit haal, dat zal nooit zo zijn. Nee, maar of ik in de buurt kom, vind ik tot op zekere hoogte ook niet zo interessant. Als ik een goede avond heb of een mooie schilderij zie of een mooi beeld of wat dan ook, wat mij raakt, ja, dan is het knap gemaakt, punt. En of ik dan het verhaal wat de regisseur erbij heeft gehad of de beeldend kunstenaar heeft gehad, of ik dat kan achterhalen, vind ik niet zo relevant eigenlijk. Het kan best zijn dat hij een hele andere emotie, het vanuit een hele andere emotie heeft gemaakt, of vanuit een andere beweegreden heeft gemaakt, dan dat wij er uiteindelijk mee naar huis gaan. Mm-hmm. Ja. En het een is niet waardevoller dan het andere. Nee, maar goed, precies. Het is bij zo'n voorstelling, het is een heel abstracte voorstelling, en het is ook weer niet zo extreem dat ik met een heel ander beeld naar huis zal gaan als wat de regisseur bedoeld zal hebben. Dan is het niet goed uitgevoerd, denk ik. Maar goed, als er iets van die spanning die we net omschreven, van dat beangstigende en dat dwingende, en dat zit hem natuurlijk ook in de pure techniek van een actrice die haar publiek heel erg direct aankijkt en heel dichtbij komt. Ja, daar is een bepaalde code, zeg maar. Dat werkt imponerend. Dat werkt, dat weet je. Dus dat zijn technieken die een regisseur gebruikt. En daar krijg ik niet een reactie op die compleet tegenovergesteld is. Van, ik word niet verliefd op haar als ze heel kwaad naar mij gaat zitten kijken of zo. Ik bedoel, zou ook nog kunnen trouwens, maar dat was in ieder geval niet het geval. Er zullen hoogstwaarschijnlijk mensen zijn die er. Ja. Maar als ik geraakt ben, zoals gisteravond dat geval was, als ik denk van wauw, dat is wel bijzonder, dan vind ik dat ook genoeg. Ik vind het heel jammer dat je heel vaak met mensen. Ik werk in theater, dus ik krijg dat vaak mee, dat mensen een zaal verlaten en opmerkingen maken van ik snap er helemaal niks van. Ja. En dat vind ik echt heel jammer. Of dat mensen aan mij vragen, wat vond jij ervan? Want jij hebt er verstand van. Doodzonde. Dat is überhaupt bij kunst, dat mensen, zeg maar die ratio of die reden daartussen, waarom stellen ze zich niet gewoon open? Ja. En dan en zien wat, wat het je doet niks. Of niet. Ja. En dan hoef je ook niet te snappen wat er is gebeurd. Het enige wat je ervaart is dat je geraakt bent. Ja, ik heb altijd het idee dat uitspreken van ik snap het niet, dat het bijna een soort defense response is of zo. Een soort veiligheids. Misschien wel. Reactie is van oh, je snapt iets niet. En je brein die maakt er automatisch een soort van logische kijk op. Ja. Dus dan fluctueert dat met het verstand en zo. Ja. Wat ja. ook weer iets heel goeds is. Alleen is de vraag van, is daar ruimte voor tegenwoordig? Bijna. Omdat alles zo begrijpbaar moet zijn. Ja. Dat soort dingen. Ja, of voelen mensen die ruimte? Ja. Want inderdaad, als je dan compleet verward bent, dat kan heel bijzonder zijn om zo de rest van de dag door het leven te gaan. Maar dan is wel de truc dat je niet daarvan bang wordt. Of dat je daar geen raad mee weet. Maar mensen hoeven toch niet alles te snappen om gelukkig te zijn, moet je dan maar hopen. Maar want voelde het stuk hedendaags aan, zeg maar, dat het een beetje in deze tijd zou vallen? Of is het meer een tijdloos? Ik vond het vrij tijdloos. Ik moest zelfs even denken, het is weer de performance zoals die jaren 70, 80. Daar moest ik even aan denken. Gewoon het lef om dit te doen. Anderhalf uur lang zonder tekst. Gewoon met beeldend theater te werken. Solo. Dat vind ik, ik vind het vooral een performance in die zin. Ja, ik vond het vooral vrij tijdloos. Ja. En dat lag aan die weer klassieke manier bijna, zoals ik het begrijp. Weet niet waar het aan lag. Het ligt aan wat er in de voorstelling gebeurde is, denk ik, de communicatie tussen die actrice en het publiek. Ja. Dat is tijdloos. En veel meer was er ook niet. Nee. Je kon niet aan haar kleding zien of het nu was. Je kon niet, weet je wel, dat was allemaal zo klein gehouden.
dat, ja, het had ook inderdaad 20 jaar eerder gemaakt kunnen worden. Of... Maar ook over 20 jaar, ja. 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 Weet ik niet, maar denk ik. Ja. Ja, het is, bij mij wordt het wel echt zo, ik probeer er zo'n beeld van te maken. Je hebt je spijt van dat je niet gezien hebt. Ik heb het niet gezien. Nee. Het was uitverkocht helaas. Ja. Ja. Zo, het is echt, ja. Nee, maar het zijn wel van die kleine juweeltjes, vind ik. Ja, dit soort voorstellingen. Wel echt bijzonder wat je dan meemaakt. Maar goed, inderdaad ook mensen die dan dat helemaal gemist hebben blijkbaar. En die, wat ik me ook goed kan voorstellen. Nou, of die een dergelijke abstractie ook niet fijn vinden, dat kan natuurlijk ook. Ja, ik denk dat je toch al enigszins gewend moet zijn aan die abstractie. Want ik begrijp hieruit dat jullie alle verleden, jullie zijn net al dat jullie verleden in theater hebben en veel meer hebben gezien. Waardoor dat je al een beetje bloot bent gesteld aan die abstractie en daar meer voor open staat. Maar als je dat nog nooit eerder mee bent geconfronteerd. Dan is het ook lastiger. Dat snap ik ook. Hoor. Dat is net zoiets. Naar kunst moet je ook leren kijken. Dat heb je ook niet vanaf dag 1 in de vingers. Je moet er wat moeite voor doen. Je moet ontwikkelingen gaan leren zien. Waarom is iets belangrijk in een bepaalde tijd? Waarom moet dit gemaakt worden? Weet je wel, het is gewoon heel simpel. In alle kunstvormen is dat zo, dat moderne beeldende kunst was er niet geweest zonder bepaalde stromingen die een eeuw geleden hebben plaatsgevonden. En dat geldt natuurlijk voor podiumkunsten net zo. En als je daar koud in wordt gegooid en je hebt het niet van huis uit meegekregen, ja, dan zit je heel vreemd te kijken naar sommige dingen. Dus dat is ook wel, maar we hebben ook wel iemand gesproken die wel degelijk heel veel ervaring heeft en die zeg van, ja, dit is niet mijn type theater. Dus hier erger ik me een beetje aan. Of weet je wel, dat kan natuurlijk ook. Dat is trouwens ook een prima emotie. Maar het is ook... goed, net wat ik zei. Die abstractie moet je ook wel bevallen. En dit soort opbewegingen kunnen voor een hele hoop mensen heel irritant zijn. Ik heb deze week 2 mensen gesproken die zeiden over hun partner van, ja, omdat ik een dansverleden heb, heeft hij helemaal niets meer met moderne dans. En daar zat ik over na te denken van, oh, dat kan dus ook nog, hè, dat je doordat je bent doodgegooid met iets, op een gegeven moment denk je, ja, nou weet ik het wel. Ja, het is natuurlijk ook zeker bij abstracte kunst, maar misschien wel bij kunst in zijn algemeen zo. Dat als het echt iets, of als het mij echt raakt, dan moeten er ook mensen zijn die het helemaal niks doet. Anders zou het niet kloppen. Ja, des te beter de kunst, des te meer mensen lopen gillend de deur uit. En des te meer mensen gaan eruit hun dak, denk ik. Ja. De kunst die iedereen wel mooi vindt, is misschien ook wel de minst interessante kunst, zeg ik dan heel voorzichtig. Ik geloof daar namelijk niet zo in. Nou, of dat je ergens uitkomt en je zegt, ja, dat was wel aardig. Ja. Dat is ook, ja, dan heeft vrij het, algemeen. Ja, dan heeft het misschien niet zoveel impact. Nou ja, dat kunnen we wel stellen dat het dan dus niet zo is. Nee, maar goed, als je vanuit gaat dat kunst bedoeld is om mensen emotioneel te raken, ja, dan kan het natuurlijk nooit zo zijn dat er kunst bestaat die iedereen raakt. Dat lijkt mij heel raar. Nee. Want ga jij ervan uit dat kunst bedoeld is om mensen emotioneel te raken? Ik ga ervan uit als ik naar kunst ga, dat ik voor mezelf ga daar naartoe om emotioneel geraakt te worden. Okay. Wat andere mensen daarmee doen is hun zaak. Ja. En het is wel mijn overtuiging, maar ik zou dat niet aan iedereen op willen leggen. Nee, het zou ook te algemeen. Er zijn ook mensen die gaan om een verhaal te horen. En je kunt op een heleboel verschillende manieren naar voorstelling gaan, denk ik. Ja. Maar ik vind het wel heel prettig als het me iets doet, als ik geraakt word. En geraakt zijn wil niet zeggen dat ik jankend onder de bank lig of lachend tegen het plafond ga, maar wel mag wel iets gebeuren. Ja. Mooi dat dat bij deze voorstelling is gebeurd. Ja. Ik ben heel blij dat jullie er enthousiast over zijn. Al was een hele negatieve ervaring ook interessant geweest om over te praten. Ja. Ja. Ik had namelijk die vrouw die voor jullie zat nog wel willen spreken, die niet klapte. Vanuit welke redenen? Ja. Het kan, want zou het ook kunnen dat ze niet klapte om nog alles te verwerken? Dat kan natuurlijk ook altijd. We hebben haar niet gesproken. We hebben haar niet gesproken. Maar degene die naast haar zat, die viel het op. Ja. Die viel het enorm op van, oh, wacht. Maar ja, het is ook wel een soort afspraak dat je
iemand bedankt voor zijn werk. Maar het omgekeerde gebeurt ook. De dag daarvoor zaten wij bij de Warme Winkel in de Schouwburg. En daar zat ik met verbazing te kijken dat mensen staande ovatie gaven. Dat vond ik dus helemaal niks, die voorstelling. Over die voorstelling gaan we die niet hebben. Maar ik kan me dus wel verplaatsen in de keren dat je helemaal niks hebt met een voorstelling. Ja. Maar dan klap je zelf ook niet met een soort... Ja, klap wel, natuurlijk uit respect voor de mensen. Ja. Maar ik ga niet staan... Ik doe dan niet de staande ovatie. Nee. Okay. Ja, voor wat het waard is. Dat is net de grens. Ik denk dat de grens staande ovatie is tegenwoordig meer de modus, denk ik. Ja. Ik maak geen voorstelling mee waarbij het niet gebeurt. Ja, precies. Ja. Dat viel me ook op. Want we hebben nou iets van 4 of 5 voorstellingen bezocht, volgens mij. En iedere keer was het een staande ovatie. Ja, dat is wat algemener geworden. Ja. Terwijl gaf je daarmee echt de gradatie van waardering aan. Maar goed. En niet klappen is even een statement. En ik heb ook geen behoefte om een statement te maken. Nee. En ik klap sowieso altijd uit respect voor mensen die op de vloer staan. Ja, dat alleen al. Ja. Dat ze dat hebben gedaan. Ja. We zitten hier in het brugwachtershuisje. En alles gaat hier over water. Hebben jullie een link met water? Een voorstelling? Iets uit de voorstelling dat misschien aan water gelinkt kan worden? Of een eigen persoonlijk verhaal? Een persoonlijk verhaal? Ja, nou in de voorstelling... Helemaal in het begin had ik het wel een beetje. Toen zij... toen ze lag op een aantal decordelen... had ik mijn eerste associatie... Maar misschien... Komt dat ook omdat ik weet dat de regisseur uit Scandinavië komt. Ik had de associatie met een kaal, rotsig landschap in water. Later verdween dat wel. Ik was daar niet meer mee bezig. Voor de rest... Nee, die natuurassociatie die ik helemaal in het begin had, die verdween. Dus dat is verder niet meer... Ik had hem alleen maar na de voorstelling. Als je zo over water hebt, vond ik het wel frappant gisteravond op de parade bij de tent. Stonden we bij de wijnbar. Toen ging het regenen. Om dan te merken dat mensen een beetje vertwijfeld reageren. Want regen, daar zit iedereen eigenlijk naar te snakken. Maar het gaat toch net te ver om langer dan 5 minuten in die regen te gaan staan. Dan zie je toch iedereen weer schuilen. Maar je zag even van wauw, hier moeten we eigenlijk van genieten. Maar ik ga toch schuilen. Vond ik wel leuk om mee te maken. Maar dat had weer helemaal niks met de voorstelling te maken. Nee.